Onze onderzoekers van Hogeschool Windesheim komen over de vloer bij professionals in de zorg, het onderwijs, de sport, de media en het bedrijfsleven. Vakmensen met wie ze samen praktische vraagstukken oplossen. Daar wordt iedereen beter van. Ivo van Hilvoorde test samen met een sportdocent hoe je op een slimme ICT-vloer beweging beter kunt coachen. Ik ben op weg naar Letco, bedrijf in interactieve vloeren. En ik heb afgesproken met Jeroen, docent bewegingsonderwijs. We gaan vandaag verder werken aan ons onderzoek en aan de ontwerpen en ideeën die we hebben. En die gaan we bespreken met Letco. Hey Jeroen. Hey Ivo. Hey, hoe is het? Ja, goed. Nou, er is een enorme behoefte om digitale technologie te integreren in de praktijk. Er is heel veel vraag bij coaches, trainers en docenten. Een belangrijk onderdeel die ik heb als docent op de KLO is die vraagarticulatie. Dus goed weten wat de behoefte is van docenten in het onderwijs. Wat ze eigenlijk met nieuwe trainingsmethodieken voor volleybal bijvoorbeeld willen. En je zou kunnen zeggen dat topsport eigenlijk ook een aanjager is van technologie. Want er zijn allerlei vragen die komen voort uit de topsport. Van, ja, men wil steeds beter worden. Dus er is altijd de vraag naar van, ja, hebben we voldoende informatie? En nu is het de tijd van big data. Dus er zijn heel veel dingen die we kunnen meten, monitoren, zijn apps. Maar tegelijkertijd zijn er ook voor het onderwijs, het bewegingsonderwijs, nieuwe mogelijkheden ontstaan om... om lessen aan te passen op basis van nieuwe digitale middelen. Die vloer die heeft ook een mogelijkheid om sensing toe te passen. Dat wil zeggen dat je ook kan waarnemen dat iemand op die vloer loopt. En wij hebben ervaring met het samenwerken met ontwikkelaars. En hun attent maken van welke behoefte is er binnen die onderwijspraktijk. En daarom is het mooi dat we nu eigenlijk voorlopen met een ontwikkeling. Die vloeren zijn er voor een deel al, die worden gebruikt, maar nog niet in de sport. En daarom is de expertise van Windesheim en de KLO van belang. Omdat daar kennis is van de didactiek en hoe kinderen leren bewegen. En wat een goede, rijke spel en sportomgeving is. Dus daarom is het ook van belang om bij het begin van de ontwikkeling betrokken te zijn bij die verdere ontwikkeling van de technologie. Het is gewoon heel mooi dat we met deze vloeren en deze nieuwe innovatieve ideeën kunnen werken. Dat genereert kennis en dat inspireert ook onze docenten en trainers voor in de toekomst om op deze manier te gaan werken. Dat heeft ermee te maken dat wij binnen Windesheim expertise hebben. Dat gaat vooral natuurlijk om de docenten. Op het gebied van didactiek en lesgeven. En die expertise is nodig. Wil je ergens binnenkomen, wil je met jouw technologie zeg maar, iets bereiken in een bepaalde wereld, dan moet je wel die vakwereld mee hebben. Die zeggen van ja, dit mag, dit vinden wij goed als dit doorgaat. Hè? Dus je hebt ook die ALO's nodig om met nieuwe technologie zeg maar, een plek te krijgen in opleidingen. Dus wij zijn wat dat betreft denk ik een hele krachtige partner.